Een carrière, voor zover je dat carrière mag noemen, van een, een familielid in een familiebedrijf is ook een beetje als een trapezeartiest zonder vangnet. We zijn natuurlijk uiteindelijk geen familiebedrijf, zou je kunnen zeggen, maar we zijn wel één grote familie, heel jong, gemiddeld 27 jaar. Het hoeft niet per se deze generatie te gebeuren. Maar we zijn natuurlijk sowieso met met wat we hebben opgezet een ongelooflijk duurzaam bedrijf. Als het nodig zou zijn om het bedrijf te laten overleven, ja, ja. Hè, dan verkopen we het. Je moet tegenwoordig ongelooflijk goed opletten, omdat er zo zinnig veel verandert. Mijn twee broers. Uh, uh, zijn buitengewoon goede vrienden van mij. Dat start-up-achtige van elke dag verbeteren... dat moet je tegenwoordig ook hebben, ook al zit je ergens al twintig jaar.